De herregistratie voor grondaanvragen is in volle gang. Het district Para is nu aan de beurt. Dat was vanmorgen te merken aan de drukte bij het domeinkantoor aan de Prins Hendrikstraat. Dit is de derde week van de herregistratie die alleen op de zaterdag geschiet. Iedereen die een aanvraag heeft gedaan of een beschikking had ontvangen, moet terugkomen om zich te herregistreren, zegt Saira Enig, onder directeur grondzaken van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer. Enig benadrukt dat niet iedereen die een aanvraag heeft gedaan, automatisch in aanmerking komt voor een stuk grond. De herregistratie was nodig omdat het district Para een van de grootste districten is voor wat betreft grondaanvragen. Er zijn ook heel wat verkavelingsprojecten geïnitieerd in het district. En voor het ministerie was het op bepaalde momenten, of is het nog steeds op bepaalde momenten, onduidelijk van welk verkavelingsproject geldt voor welk resort. Om een beter overzicht te hebben voor onszelf, maar ook om transparantie naar de burger toe wat dat betreft te kunnen garanderen, hebben we besloten die herregistratie te doen. We hebben dus specifiek naar resorten ingedeeld. We hebben gewerkt met drie resorten. Het is het resort Oost, het resort Noord en het resort Zuid. Daarnaast hebben we ook een speciale balie voor de gevallen van aanvragen van langer dan 10 jaar. Die gevallen langer, er kunnen allerlei dingen gelegen hebben. We geven toe als ministerie dat we tekort zijn geschoten in het snel afhandelen van stukken. Maar soms zijn het ook dingen, mensen wonen al zoveel jaar op een bepaald terrein. Mensen zijn misschien moe om iedere keer te komen vragen van hey, hoe staat het met mijn aanvraag. We willen dus speciale focus voor dat soort gevallen hebben. Ze zei verder dat de procedure lang kan duren omdat er goed moet worden nagegaan of het perceel niet aan iemand anders toebehoort. Daarom is het moeilijk om precies aan te geven hoe lang men op antwoord moet wachten, zegt Enig. We gaan er geen termijn aan verbinden. Wat we nu doen, wat we gelijk doen, is een stukje inscannen in het systeem. Zodat we weten van dit is binnengekomen en dit is ingescand, zetten we in het systeem. Daarna, we zijn al begonnen met de stukken van de afgelopen 2 weken, zetten we dan de stukken op resort en beginnen we direct met wat kunnen we gelijk verwerken. We doen dat omdat je dan wil voorkomen dat alles zich weer gaat opstapelen en je eigenlijk weer opnieuw moet beginnen. We gaan niet zeggen wat die minimale of maximale termijn zal zijn, maar we hopen wel en we streven ernaar om dit jaar nog het district Para aan te doen voor wat betreft een gronduitgifte. De focus ligt nu echt op de oude gevallen. En daarmee bedoelen we aan te geven, we hebben gemerkt dat er mensen zijn die 30 en 40 jaar op hun beschikking wachten. Bij die uitreiking van Para zullen we heel hard ons best doen om die gevallen als eerst mee te nemen. Zaira Enig, onderdirecteur grondzaken van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer. We spraken haar naar aanleiding van de herregistratie van grondaanvragen voor het district Para.